Oké, dan naar de winnaar tussen de 10 en 15 euro, de Winterse Witte Wijnen. En dat was echt een overtuigende winnaar. Ja. De wijn van Wijngoed Turle, Sylvaner Saulheim, Kalkstein heet hij als cuvée, 2020. Eventjes naar de tweede en de derde plek natuurlijk. De derde plaats was voor Herencia Altes en Garnacha Blanca uit Montsant of ergens in die contraille in ieder geval. Van Vinites. En de tweede plek ging naar Macon Ficeles Châtaignière van Domaine de la Creuse Noire van Leon Colaris. Witte Bourgogne voor een goede prijs. Hè? Voor dat is eigenlijk wat je 13,95 heb je. Omdat het geen Pouilly Fuissé is, maar er tegenaan ligt. Het ligt er echt pal tegenaan deze wijn. Ja, en dan is het gezien, toch een mooi terroir. Ja. En omdat het toch niet die grote naam is, dan krijg je heel veel wijn voor je geld. Dat is natuurlijk het mooie ervan. Ja. En de winnaar, Sylvaner, is een druif die natuurlijk heel erg met Duitsland wordt geassocieerd. Heeft eigenlijk niet zo goed gedaan de afgelopen, laten we zeggen, 25 jaar. Er is qua aanplant is het flink teruggelopen. Maar wat er nu nog staat aan Sylvaner is gewoon goed. De beste wijn gaat natuurlijk in Franken, maar ook in Rijnhessen, waar de planten ouder zijn geworden, al jaren niet meer misbruikt worden voor liefvrouwmilch. En daar kunnen dus goede dingen van worden gemaakt. En zeker als het op dit soort kalkhoudende bodem staat en in handen is van dit soort producenten. Ja, ik vind Sylvaner in feite onderschatte druif. Als je absoluut. Met lage rendementen, een beetje die kruidigheid en die kracht en die concentratie, is Sylvaner, vind ik, echt heel fijn om te drinken, absoluut. En het is eigenlijk tijd dat het de grootste kwek status krijgt in Rijnhessen. Want er worden gewoon zoveel goede wijnen van gemaakt dat echt wel wat toe zou voegen. Le Généreux, 14,95. Ja, dus, van harte gefeliciteerd. Mooie wijn.